voor dat project zijn een aantal vrijwilligers opgeleid. En die gaan dus in heel Vlaanderen die cursussen veilig elektrisch fietsen geven. Dus het bestaat uit een theoretisch gedeelte van ongeveer een uur. En nadien is er dan een praktijkgedeelte, dus dat iedereen eigenlijk elektrische fietsen kan uittesten. En daar hebben we ingespeeld. We zijn dan ook een klein onderzoek gestart bij de plaatselijke mensen van Okra, om te zien of er nood aan was. En dat bleek wel degelijk zo te zijn. Een beetje moeten zoeken, want dan zei ik wel van dat ik gewoon, want dan wist ik eigenlijk niet wat dat juist te doen was. En met die hevige buisje ging ik naar boven komen. Dus die vrouw had een elektrische, en jij de gewone? Nee, juist dan. Jij had de gewone en jij kon nu. Jij volgt nu met een elektrische vrouw met de gewone. Ja, maar Kortnix heeft er ook een gekocht. Dan moet je snel in de afspreken. Ja, ja, die zit rond de trap als je wel. Dus gewoon een kilo. Ja, maar niet dat je trap. En dan heb ik gewoon wel eens op. Ik vond het een fantastische ervaring nog wel over dat denk ik schrik had voor ermee te beginnen. Boerderij, heel goed, hè. Dat is niet mijn dingen zo, met al die vertessen en die dingen werken.